Hey, hallo, Mieke hier. Ik wou het even met je hebben over luisteren en de kwaliteit van energie van luisteren. Is luisteren een yin-energie of een yang-energie? Probeer jezelf eens eventjes te verplaatsen in een gesprek. Je hebt dagelijks gesprekken, dus stel je even voor, je bent in gesprek en jij bent degene die luistert. Hoe voelt dat dan? Is dat dan meer een yin-energie of een yang-energie? En stel je nou zelf eens in de positie van de spreker. Is dat dan meer een yin-energie of een yang-energie? Een meer vrouwelijke vibe of een meer mannelijke vibe? Ik denk dat je geneigd bent om te zeggen dat luisteren eerder een vrouwelijke, een yin kwaliteit zou zijn. En dan moet ik zeggen van je zit er eigenlijk naast. Natuurlijk kun je het argument gebruiken van nou, als je luistert ontvang je informatie. Ontvangen is een yin eigenschap, dus voelt meer als een vrouwelijke energie. Maar wat doe je nou eigenlijk als je luistert? Als je echt luistert naar die ander, creëer je je focus. Je creëert focus en daarmee creëer je een container, een sacred space voor die ander om zich uit te drukken. En focus is bij uitstek een yang-energie. En expressie is bij uitstek een yin-energie. Dus wat je doet als je vol aandacht naar iemand luistert, is je creëert sacred space. En dat is in de basis een yang energie. Nou, waarom vind ik dat nou zo belangrijk om je even uit te leggen? Als je in gesprek gaat met je woning, en dat doe je misschien dan niet met woorden, maar zeker op energetisch niveau, is dat een hele belangrijke eigenschap om goed te kunnen luisteren. Alleen het luisteren al creëert dus een heilige ruimte waarin de energieën zich kunnen tonen aan jou. Hoe je dat allemaal kunt doen, dat leer ik je in een online programma. Dat heet Personal Power Place. En dan in 11 weken leer ik je hoe je een krachtplaats van je woning kunt maken. Want als jij je woning transformeert naar een krachtplek, doe je dat natuurlijk niet alleen voor jezelf en je huisgenoten, maar dat doe je ook voor de hele buurt en soms zelfs voor de hele regio. Wil je nou meer weten over de inhoud van dat programma? Kijk dan even op mijn website en schrijf je in. Ik zie je daar.